Ja, goedemiddag Slowcookers. Hier zijn we weer met een nieuwe aflevering van Slowcooker 2021 recepten en tips. Voordat ik begin met het gerecht stroganoff, heerlijk lekker, wil ik iets zeggen over die koppeler. Jullie zijn allemaal een lekkere koppeler aan het maken en het bakken in de Slowcooker. Ik kan nog regelmatig vragen, want ja, hij is zo nat. Hoe kan dat? Kijk, je moet het niet vergelijken met een cake of met een taart. Want zo'n koppeler is heel anders. In de bestanden staat bijvoorbeeld voor mij die koppeler appelpeer met rozijntjes. Maar dat kan ook met verse aardbeien. Of verse frambozen. Ik zal alleen niet van die potjes taartvulling nemen, want dat is zo. Dat moet je doen. Koppeler, dat is iets Amerikaans. Hoe gaat het daar? Ongeveer hetzelfde, alleen de bakpapier gaat er niet in. Wel de fruit verdelen. Daarbovenop de cakemeel. Cake mix, als je wil. Ik neem altijd cakemeel, 200 gram in dit geval. Daarbovenop de roomboter en plakjes. Theedoek om de deksel. 4,5 uur oploop. In Amerika, als dat na die 4,5 uur, pak je de hele binnenpan uit. Die gaat zo, roep, op tafel. Met een grote lepel in bakjes verdeeld en dan gaat ieder zijn portie oplepelen. Ja, nat, plakkerig, maakt niet uit. Kijk, maar wij zijn een beetje, wij zijn Nederlanders, althans, er zijn nog Belgische mensen bij en Engelse mensen. Wij doen het in Europa dus anders. Wij willen iets hebben wat we kunnen snijden. Ja, een stukje vla, een stukje taart, een stukje cake. Dat is dus niet helemaal met zijn koppel aan toepassing. Dus neem het nog eens als het is. In ieder geval, als je hem blijft halen met een bakpapier, dan is hij nog een beetje plakker, een beetje nat. Laat hem even, hij stolt wel een beetje. En dan opdienen. Liefst met ijs. De koppel nog warm, gewoon ijs erbij. Lekker. Wat gaan we vandaag maken? Stroganoff. Je hebt boerstroganoff, je hebt allerlei soorten stroganoff. Stroganoff saus. Dat is wat anders over de biefstuk. Ik heb ook eens gemaakt, heerlijk. Ik maak een stoof stroganoff. Wat heb ik gedaan? Let op. Ik heb 1 kilo runder gerib laten. Zit hierin, die bakje. Dan heb ik in kleine stukjes gesneden. Toen heb ik daar, eerst van tevoren in dat bakje, heb ik aangemaakt. Met Worcestershire saus. En mosterd. Heb ik daar een soort van potje van gemaakt. Toen dat vlees in stukjes gesneden en erin gemieterd. Kijk, een paar uurtjes in de koelkast, dat het helemaal tot over de volgende peper en zout. Dan in deze saus in die bak pakken, flink schudden. In de koelkast een paar uurtjes, 2-3 uurtjes is genoeg, dat het helemaal tot op is. Kijk. Maar terug, want die Worcestershire, pas op hoor, die geven een extra dimensie aan je eten. Nou. Dan gaan we dus de hele kilo in één keer op de kop. In de slurper. Kijk, we gaan niks verspillen, alles zit erin. Dan moeten we hebben 3 dikke rode eieren. Flink en grove stukken gesneden, zie. Ik heb nog niet eens die ringetjes aan elkaar gehaald. Het gaat allemaal vanzelf in de slurper. Erin dan mee. 3 grote dikke eieren. Dan heb ik 2 preien. Best flink groot uitgezocht. En 2 grote puntpaprika's. Puntpaprika's zijn zoet. Die horen hierbij. Die gaan we de keurig netjes in stoppen. Zo, daar gaan ze. Ja. Oeps, oeps, oeps. Zo, 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 zo. Dat zit erin. Ja. Dan hebben we nodig paprika poeder, gerookt zoet. 1 eetlepel. Gewoon eroverheen verstrooien door. En overal wat zit. 2 eetlepels suiker.
Hupsa. 300 milliliter water. Ik ben altijd iets zo van water toevoegen. Want geloof mij nou maar, van die paprika, van dat vlees, van die uien en van die paaien, daar komt er water genoeg vanaf. Dat moet een beetje maar. 200 milliliter nou, ik zal even kijken. Ja, dat kan niet wel. Dat doen we wel erin. Want mocht er nog achteraf blijken dat het te dik is, te dun is, te waterig, dan weet je het. En dan moet alles binnen erin. Dat zit er allemaal in. Dan hebben we nog nodig knoflookvlokken. Heb je die niet? Knoflookpoeder maar ook. Knoflookvlokken gewoon, dus kijk zo. Zo zo'n scheepje. Doen we nog een greepje. Mijn kinderen zou dat genoeg zijn vinden. Maar geen kinderen. Ja, wel, maar niet hier. Dus ik doe nog eentje, drie, zo. Ja, zit er al in. En dan stroganoff. Dat is eigenlijk iets Russisch. Dit ook. Daar kun je twee dingen mee doen. Wat ik ga zo meteen doen is, je moet er rechtstreeks in. En dat is alleen mijn vrouw en ik eten dat, dus we mogen best wel alcohol nuttigen. Wil je wel de smaak van Smirnoff, dus van wodka, maar niet die alcoholsmaak. Alcohol wil je weg hebben. Doe je dat eventjes in een sneeuwpannetje. Op het fornuis. Gelijk even aan de kook brengen. Dan vervliegt. Dan is het alcohol is weg. Maar de smaak van de wodka blijft. Dat giet je dan in de slowcooker. En we hebben over 3-4 eetlepels. Nou, wat gaan we doen? Dit is 1 eetlepel. Dit is 2 eetlepels. En dit zijn 3 eetlepels. Meer dan genoeg. Oho. Ja. Dan moeten we nog hebben. Runderbouillonblokjes. Dat doet er 3 van in. Verkruimelen. Erboven. Gewoon verkruimelen zo. Ja. Kijk, de overhoek komt. Zo. Nummertje 2. Ik had het papiertje er al afgehaald. Dat is eventjes makkelijker. Want anders hebben jullie te handen zitten en jullie maar lachen. Ja, dat gaat niet gebeuren. Nummertje 2 en nummertje 3. Erin. Ja. Zo. Zit er allemaal in. Moet er nog wat bij? Even denken. Nee, niks meer. We nemen een houten of een plastic lepel. Je roert dat het husselt dan een beetje lekker door elkaar zo. Ja. Want die wodka, dan snap je, die is er gezakt. Samen met die Worcestershire saus. Lekker om dat vlees. Dan zetten we de slowcooker 8 uur op loop. Normaal doe ik hier mijn workshopjes in. Normaal doe ik die altijd gelijk erbij. Maar nou niet omdat het zo lang moet. Zodat het moet smoren, blijft er niks van de champignons over. We hebben nodig 300 gram champignons. Die hebben we al gekruid met de champignonskruiden. Na 7 uur gaan die champignons erbij. Dan moet die nog een uurtje. En dan zijn die 8 uur voorbij. Dan is het eigenlijk bijna een dagje. Dan haal je de deksel weer eraf. En dan komen er 2 potjes crème fraîche in. 2. Dan schep je er gewoon weer in. Nog in een potje. Helemaal erin. Even weer goed doorroeren. En je kijkt gelijk, vind je het een beetje te dun, te waterig. Dan alles binnen en achterbij. Je proeft een beetje, eventueel nog wat peper en zout toevoegen. Dat heb ik nu niet gedaan, alleen op het vlees heb ik dat gedaan uiteraard. En, hoe kun je dat eten? Ja, met een lepel, met een mes en een vork, dat begrijp ik ook. Ik had gedacht, met frietjes, lijkt me lekker. Lekker zo over de friet scheppen. Misschien een klein beetje mayonaise aan de rand. Misschien een beetje doppertjes. Wat je ook kunt doen, op het eind,
Na die 8 uur, als die crème fraîche erin zit en doorschoort, een beetje alles binnen, kun je dan misschien ook een paar kleine, een half potje zilveruitjes inschudden, zonder het vocht. En van die cocktailaugurkjes, kleine stukjes snijden, ook erin, ook goed doorroeren. Dat geeft dan weer even iets andere frisse smaak aan het geheel. Ik zou zeggen, probeer het eens uit. En ik zou zeggen, een heel goed weekend. En tot de volgende keer. Tot ziens!